Dat is het enige ingewikkelde eraan, dat je bent dagenlang aan het knippen en naarmate je langer knipt, wordt het steeds spannender of het zo wordt als je bedacht had. Het is een A en een B en het heet ook nog maar 24. Soms wordt het wel leuker dan je dacht, maar ook wel eens iets minder. Ik ben gewoon als jongetje begonnen, maar zo, iedereen begint als jongetje of meisje te knippen en stopt daar op een bepaald moment mee en worden er niet meer zo handig in. En op een manier ben ik altijd doorgaan en is het mijn manier van dingen maken geworden. Ik knip op mijn eigen manier. Ik kan het ook niet anders natuurlijk. En om je heen wordt er ook met papier gewerkt, vooral in Japan en China. Maar waar ik zelf heel weg van ben, is een boer uit Zwitserland. Die, ik weet ook, dat heb ik een keer gelezen, dat zijn vingers waren zo grof, dat die paste nooit in een schaartje. Dus hij had zelf een ijzerdraad, had hij nieuwe oogjes gemaakt waar zijn vingers wel in pasten. Maar dat ging altijd over die gang in Zwitserland van de berg op en de berg af. Die bomen, het is allemaal, die bomen zijn heel groot, maar die staan net zo groot als dat huis. Het is niet, en niemand ervaart het als raar. Ik wil iets maken en dat lukt. Ook niet altijd helemaal zoals ik wil, maar vaak wel. En je maakt dingen mee. En dat is voor mij heel waardevol. Voor mij was het leuk om zo'n knipsel wat helemaal stil is, om daar in te laten bewegen. Dat kan je niet, ja, je kan er wel kippetjes heen en weer doen met je handen, maar dit had ik in mijn hoofd en dat is, uiteindelijk is dat gelukt. Ik heb pas ook Nienke Laverman geportretteerd. En dan ben je haar aan het fotograferen. En dan begint Nienke Laverman ineens een slaapliedje te zingen. Voor mij alleen. En dat is heel ontroerend. En ik heb uiteindelijk wel die foto's en heb ik haar portret gemaakt. Dat vond ik heel leuk om te doen. Maar vooral het moment dat zij begint te zingen, is dat is onbetaalbaar. Hallo Albert. Hallo. Nou, oh ja, lekker bezig. Ja, bezig. Hallo. Oké, verder? Steeds goed? Jazeker. Begreep je het een beetje? Ja, hè? Het is wel een mooie hoogte inderdaad.
Ja, ik kan hem nog iets strakker trekken. Ik heb gewacht tot er een playboy was die heel ordinair was. En daar in dat blad stond een meisje en daar heb ik in geknipt. Het meisje hangt hier, dat kan je bijna niet voorstellen. Maar ik ben hier begonnen. Dan heb ik hier, ben ik weer verder, nog verder, nog verder. Tot ze bijna helemaal, tot al het vlees zeg maar verknipt is. En dan, dat hangt dan hier. Dus dit is dat meisje eigenlijk. Knippen heeft ook iets truttigs. Ja, dat is... ja, ik zeg meestal ook dat ik met papier werk. Want als je zegt dat je knipt, dan kijken ze je heel meewarig aan van, oh, wat sneu. Maar dat is alleen maar buiten. Hier waar ik werk speelt het probleem niet.